De tafelklemmen moeten weg. Ze hebben het over nagedacht dat dan in je gezicht zit als je eet. Ja, dat denk ik wel. Sorry. Nou, een nieuw huis. Een nieuwe keuken. En gewoon weer een troep. Zo ziet het er hier gewoon uit, hoor. Bootje kan heel goed lezen. Maar ja, dit is een beetje de dagelijkse stand van ons huis. En Jip zit nog steeds in de laadjes. Ongelooflijk, Jippus. Wil je cracker? Okay. Hey, hallo allemaal. En welkom in ons huis, wat nu nog best wel een troepje is. Tuurlijk, vanavond komen er 6 vrienden van ons eten bij ons. En ik ga niet koken, maar iemand anders gaat dat doen. Namelijk Carolina van Doornmalen, oftewel Foodiness. Die gaat koken, een 3-gangen menu bij ons. Voor mij, Mari en onze vrienden, vet leuk, in onze nieuwe superkeukenskeuken. Dus wij gaan daar hopelijk heel erg van genieten. Nu rest aan mij de taak om de boel leuk te stylen. En toen kwam ik erachter dat we helemaal geen waterglazen hadden bijvoorbeeld. Ik heb op zich redelijk genoeg servies. Het is niet allemaal hetzelfde en de kleine bordjes zijn iets te weinig, maar daar verzinnen we wat op, toch? En ik weet natuurlijk niet zeker hoe zij kookt. Dus ik heb ook nog maar even een pizzaatje gehaald. Ja, toch? Altijd voorbereid zijn. Oh, nee, geintje. Maar, hoe heet het? Ik ga de boel hier stylen en mooi maken, netjes maken. Toch, Moos? Moet jij ook aan tafel vanavond? Even wat troep ruimen en dan kunnen we vanavond weer gezellig eten. Zo, lekker met Peppa Big op de achtergrond, wat Jip aan het kijken is. Tafelkleed ligt er. En ik ga nu glazen neerzetten en alles mooi klaarmaken. Zodat we vanavond aan deze tafel kunnen eten. Zo, we zijn alweer een stukje verder. Kaarsjes aan. Oh, vorken. Oké, okay. Oké. Een tafelkistje, man. Ja. Ga jij aan die mooie tafel zitten? Ja. Nou, ik ga zelf ook nog even culinair doen. Jip krijgt een pannenkoekje uit de pan. Voordat wij straks allemaal gaan eten. Pas je op, lieverd? Oké. Drukte van je welste in ons huis. Maar normaal altijd wij met z'n tweeën eten op de bank of gewoon aan de bar van de keuken. Gaan wij vanavond met 6 vrienden aan tafel eten en het hele huis is vol met mensen die het gaan opverslaan op film en foto. En ook Carolina is er, die gaat koken voor ons, voor mij en Mari en 6 vrienden. Dus het wordt een hele spannende avond. Maar kijk straks mee voor meer. Zit mijn haar? Ik heb niet gekookt. Ja. Is spannend. Ja. Maar dit gaan we straks eten. Je mist iemand doorgeven. Ja, moet je maar op tijd zijn, weet je wel. Ja, want zo is het ook wel weer. Toch? Hé, hey, jongens! Aan tafel! Heb ik een tafelschikking? Nee. Ga maar lekker zitten waar je wilt. Nou, en ik weet niet, we zijn niet overal meer bij een glaasje. Ik ga niet naar dat ze nog even pakken. Deze zit... Wat is dat? Het zijn ook hele ingewikkelde stoelen.
iedereen vraagt, kan ik hier wel op zitten? Ja, natuurlijk. Niemand gaat naar mij. Yes. Ik zal het niet in de gaten. Dat is eigenlijk dat die rozijnen zijn gedroogd op een zolder. Daardoor zijn ze nog meer suikers hebben ze in zich. En samen met Moscato d'Asti maakt het een hele mooie wijn. Dus geniet ervan. Zo, dat was een leuke avond. Straks eventjes opruimen. Heel gezellig was het.